Welkom bij Smiling Spirit Yoga. Hoi, ik ben Carolien. Leuk dat je meedoet. En vandaag gaan we beginnen in de kindshouding. Breng je knieën bij elkaar. Kom met je billen helemaal op je voeten. En strek dan je armen zo ver als je kunt naar voren en probeer je voorhoofd op je matje neer te leggen. Zak dan in die schouderbladen. Probeer je schouderbladen te ontspannen, zacht te laten worden. Het midden van je rug te ontspannen en je nek. Adem er diep in naar je borst, naar je schouders. En probeer die schouders te ontspannen. Adem diep in naar je borst, naar je schouders en ontspan. Laat die schouders zacht worden en naar je matje toe zakken. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Laatste. Dan adem je in, til je hoofd op en nu zet je je knieën aan weerszijden van je matje neer. Dus je gaat met je knieën uit elkaar. We gaan weer hetzelfde doen. Je strekt je arm naar voren, je legt je voorhoofd op je matje neer en zak maar helemaal naar beneden. Voel maar of er nu verschil is, of het misschien makkelijker gaat. Zak maar in die schouderbladen. Leg je voorhoofd op je matje neer. Adem diep in naar je borst en naar je schouders. En laat ze zacht worden en ontspannen. Gebruik die ademhaling om spanning in je schouderbladen los te laten. Je kunt ook proberen een keer diep adem te halen naar je buik. Maak je buik maar bol, zet hem uit. En voel dan je heupen en je onderrug strekken. In deze kindshouding probeer je je lichaam helemaal te ontspannen. Alles los te laten. Je hoeft ook niks meer vast te houden. Je kunt helemaal ontspannen liggen op je matje. Laat je lichaam maar zwaar worden. En in je matje zakken. Nog vier. Nog drie. Nog twee. De laatste. Dan adem je in, til je alleen je hoofd op en loop je beide handen naar rechts. Leg je linkerhand op je rechterhand en breng dan je hoofd weer tussen je armen. Probeer je voorhoofd weer op je matje te leggen, maar als dat niet gaat, laat hem dan ontspannen hangen. Ontspan je nek. Adem weer diep in naar je borst en naar de linkerzijkant van je lichaam, want die ben je nu aan het opstrekken. Open je ribbenkast aan de linkerkant. Adem maar diep in naar je borst en naar je schouders. Nog vier. Nog drie. Twee. En de laatste. En dan adem je in, til je hoofd op, loop je beide handen eerst naar het midden. En vanuit het midden gaan we helemaal naar links. Leg je rechterhand op je linker en je hoofd gaat weer tussen je armen, richting je matje of op je matje. Adem weer diep in naar je borst en nu naar de rechterzijkant van je lichaam. Je voelt die rechterribben openen. En strekken. Gebruik die ademhaling weer. Adem diep in naar je borsten, naar je schouders en naar de rechterzijkant van je lichaam. Nog vier. Nog drie. Nog
twee. En dan de laatste. Je ademt in, je tilt je hoofd op en je doet het weer terug met je armen in het midden. Dan gaan we nog één keer hier in het midden naar beneden. Leg je voorhoofd op je matje neer. Ontspannen die schouderbladen, laat ze zacht worden. Adem weer diep in naar je borst en naar je schouders. En voel of er een verschil is, of je meer ruimte hebt gecreëerd al in je schouderbladen. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En dan adem je in. Kom je langzaam helemaal terug omhoog. En kom maar even op je handen en knieën. Zet je knieën weer iets dichter bij elkaar. En zet je handen dan een klein stukje verder naar voren dan dat ze onder je schouders staan. Dus nu staan mijn handen onder mijn schouders, maar ik zet net een klein stapje verder naar voren met mijn handen. En dan ga je naar voren met je lichaam. Draai je naar de zijkant. Dan ga je kleine rondjes draaien. Breng je heupen en je billen naar achter. Naar de zijkant, naar voren. En draai maar zo lekker heen en weer. Span je buikspieren aan. Blijf rustig ademhalen met je borst. En creëer maar wat ruimte in je heupen, in je onderrug. Blijf rustig ademhalen. Dan gaan we ook de andere kant op draaien. Ik ging net met de klok mee, nu ga ik tegen de klok in, maar het kan natuurlijk ook precies andersom zijn. Blijf goed ademhalen. Rondjes draaien. Ik ga best wel snel, maar je mag het ook veel langzamer doen hoor. Heel langzaam dat rondje draaien. Voel maar wat jij prettig vindt. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En dan kom je terug in het midden. En ga je op je voeten zitten. In de diamant zit. Dan breng je je billen en je heupen aan de rechterkant. Dus je gaat hier zo, ga je zitten op je rechterbil. Dan breng je je linkerhand zo ver als je kunt naar links. En raak je ook je matje aan op de grond. Je ademt in, je rechterarm gaat omhoog. En dan buig je naar links. En hier houd je hem vast. Blijf rustig ademhalen. Voel die hele rechterzijkant weer strekken. Helemaal vanuit je heup omhoog naar je schouder. Houd hem vast. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En dan kom je langzaam weer terug. Ga eerst weer helemaal terug in het midden op je voeten zitten. En dan laat je je linkerbil naar de linkerkant gaan. Ga je zitten op je linkerbil. Je brengt je rechtervinger zo ver mogelijk naar rechts. Je ademt in, je linkerarm gaat omhoog en dan buig je naar rechts. En je houdt hem hier vast. Blijf rustig ademhalen. Je kunt omhoog kijken naar je arm. Voel die strekking aan de linkerkant van je lichaam nu. Gebruik ook weer die ademhaling om spanning in je lichaam los te laten. Dus adem maar diep in naar je borst. Naar de linkerzijkant van je lichaam. Nog drie.
Nummer 2. En de laatste. En dan kom je langzaam weer terug en dan ga je weer zitten op je voeten. Je gaat nu zo meteen je rechterbeen uitstrekken. En dan zitten op je linkervoet. En hier, je hiel, die past precies zo tussen je been. En dan zit je op je linkervoet. Nu ga ik echt zitten op mijn linkervoet. Nou, vind je dat nou echt super onprettig? Dan kun je altijd je voet ernaast brengen en gewoon gaan zitten op je billen. Nou, en als dat niet gaat, kun je ook nog als derde optie je voet aan de zijkant brengen. Goed, we gaan zitten op onze linkervoet. Met je hiel zo tussen je billen. Je spant goed je buikspieren aan, je flext je rechtervoet. Je zet je vingertopjes naast je neer, zodat je je evenwicht kunt bewaren. En dan til je je rechterbeen op en ga je kleine stukjes op en neer. Hou die buikspieren aangespannen. Je ademt met je borst. Houd hem vol. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En dan de laatste. Super goed gedaan. Ontspan je rechterbeen. Schud hem even los. Dan adem je heel diep in. Je strekt je bovenlichaam op. En als je uitademt, trek je je buik naar binnen. En buig je helemaal over je uitgestrekte benen. En ook je armen gaan mee naar voren. Laat je hoofd ontspannen. Rustig ademhalend. Gebruik weer die ademhaling om spanning in je lichaam los te laten. Dus adem diep in naar je schouders en je borst. Maar je kunt misschien ook wel ademhalen naar je buik. Duw dan je buik een beetje naar buiten, tegen je been aan. En laat los. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En dan adem je in. Kom je rustig terug omhoog. Gaan we meteen de andere kant doen. Dus je gaat weer zitten op je rechtervoet. Of je brengt je rechtervoet naar de zijkant. Of helemaal naar de zijkant. Kijk maar wat voor jou de beste optie is. Ik ga zitten op mijn rechtervoet. Met mijn hiel tussen mijn billen. Oké. Je vingertopjes staan aan de zijkant. Je flext je rechtervoet. Dan til je je rechtervoet op. Span die buikspieren goed aan. Blijf rustig ademhalen. Probeer hem vol te houden. Het is best wel zwaar. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Super. Ontspan je linkervoet. Schud hem even los. Dan adem je heel diep in. En als je uitademt, buig je naar voren. Trek je buik naar binnen. Breng je armen ook naar voren. En laat je hoofd ontspannen naar beneden. Voel dat linkerbeen strekken aan de achterkant. Adem maar diep in naar je borst, naar je schouders. Laat ze lekker ontspannen, laat je nek ontspannen. Misschien kun je zelfs wel naar je buik ademhalen. Adem maar diep in naar je buik, maak je buik bol, zet hem uit. En los. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En dan adem je in. Kom je langzaam weer helemaal terug omhoog. En kom maar weer op je handen en knieën.
handen staan onder je schouders. En dan laat je je heupen naar rechts bewegen. Je draait je hoofd naar links en je kijkt een beetje naar achter. Dan doen we de andere kant. Je laat je heupen naar rechts vallen. Naar links vallen en je kijkt naar rechts achter. En zo beweeg je er heen en weer. Dus nu geen rondjes, maar naar links en naar rechts. En dat kun je weer heel langzaam doen. Of wat sneller, zoals ik doe. Voel maar wat jij prettig vindt. Span die buikspieren aan. Voel die heupen strekken en je onderrug. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Dan kom je weer terug in het midden. Til je rechterknie op, richting je oksel. En dan ga je daar rondjes mee draaien. Weer die heup openen. Draai maar rondjes. Span die buikspieren aan. Nog 3. Nog 2. Laatste. En terug op je handen en knieën. Je raadt het al, we doen de andere kant. Linkerknie naar je linkeroksel. En dan draai je omhoog en naar achter. En terug. Span je buikspieren aan. Blijf ademhalen met je borst. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oh, super gedaan. Adem een keer diep in. En uit. Dan zet je je rechtervoet tussen je handen. Je linkerbeen schuif je naar achter. Je leunt in die heup die we al lekker losgemaakt hebben. Dan adem je in en breng je beide armen omhoog naar het plafond. Je kunt gewoon lekker naar voren blijven kijken. Ontspan maar in je schouders. Leun in je rechterheup. Blijf ademhalen met je borst. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Zet beide handen weer terug op je matje neer. We gaan de andere kant doen. Dus eerst op je handen en knieën. Linkervoet voor tussen je handen. Schuif je rechterbeen naar achter. Ontspan in je linkerheup. En op een inademing breng je beide armen op. Je kunt gewoon lekker naar voren blijven kijken. Je mag ook omhoog kijken, maar kijk maar naar voren. Ontspan in je schouderbladen. Blijf ademhalen met je borst. Zak in je linkerheup. Duw je voorste voet goed in de mat. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Zet beide handen neer op je matje. Terug op je handen en knieën. En dan gaan we nu naar de grond. Zet je tenen in je matje. Duw je heupen en je billen omhoog en naar achter. Laat je hoofd lekker ontspannen hangen. Trek je buik naar binnen, je adem met je borst. En dan beweeg je je benen wat heen en weer. Zodat je die achterkanten nog een beetje kunt opstrekken. Spreid al je 5 vingers goed uit. Je hoofd houdt ontspannen naar beneden. Je beweegt je benen heen en weer. Adem rustig in en uit met je borst. Nog 4 diepe ademhalingen in de rond. Nog 3. Nog 2.
Nog twee. En dan de laatste. Je houdt je benen stil, je loopt je voeten naar je handen toe. Laat je armen ontspannen naar beneden bungelen. Je knieën zijn een beetje naar achter, zodat je goed die achterkanten voelt strekken. Maar is het te veel, dan buig je wat door je knieën. Adem naar je borst en naar je schouders. Trek je buik naar binnen. En dan pak je met je handen je ellebogen beet. Je laat je armen en je schouders ontspannen. Je hebt je ellebogen beet en dan ga je kleine stukjes op en neer. Alsof je aan het ja-knikken bent. Je voelt die achterkanten van je benen daardoor meer strekken. Misschien voel je het ook een beetje in je heup, strekken in je onderrug. Blijf rustig ademhalen met je borst. Trek je buik naar binnen. Je nek is ontspannen. Je hoofd hangt ontspannen. Je kin is bij je borst. Adem nog maar een keer diep in naar je borst en naar je schouders. En laat het los. Nog vier. Nog drie. Twee. En dan de laatste. Ontspannen je armen. Laat je armen weer naar beneden bungelen. Dan buig je door je knieën. Je duwt je voeten goed in de mat en je komt langzaam helemaal terug omhoog. En als je dan helemaal boven bent, draai je je schouders een paar keer goed naar achter. En draai ze ook naar voren. En ontspan je schouders. Dan beginnen we met een balansoefening. Je gaat op je linkerbeen staan. Je maakt je linkerbeen sterk. Je spant je linkerbovenbeen aan. Dan met je rechterduim, wijsvinger en middelvinger pak je je grote teen vast. Je grote rechterteen. Je arm is aan de binnenkant van je been. Zoek je balans. Probeer zo eerst ontspannen te staan. Kijk ergens voor je op de grond en houd dat punt vast. Zorg dat je rustig blijft ademhalen. Je kunt je linkerhand in je zij zetten voor meer evenwicht. En dan probeer je je rechterbeen uit te strekken. Blijf goed ademhalen. Blijf focussen op hetzelfde punt. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En dan de laatste. Goed gedaan. Kom langzaam weer terug. En dan laat je je teen los. Dan breng je je rechterbeen terug naar beneden. En dan schud je beide benen even los. Dan gaan we de andere kant doen. Je staat op rechts, je maakt je rechterbeen goed sterk. Span je rechterbeenspier aan. En dan met je linkerhand, je duim, wijsvinger en middelvinger, pak je je grote teenbeet. Je linker grote teen. Ga goed rechtop staan. Blijf rustig ademhalen. En je kunt je rechterhand in je zij zetten voor meer balans.
En dan kijk je of je je linkerbeen kunt uitstrekken. Als dat lukt, houd je hem goed vast. Hou je teen ook goed vast. Blijf rustig ademhalen met je borst. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Kom maar langzaam weer terug. En laat je teen los. Ontspan weer je benen. Schud ze even los. En dan sta je voeten iets uit elkaar en ga je heel even je heupen draaien. Dus maak maar rondjes met je heupen. Als je nog meer ontspannen, laat die onderrug helemaal ontspannen. Draai ook de andere kant op. Langzaam terug in het midden. En dan gaan we nu een serie oefeningen achter elkaar doen. Je mag aan de voorkant van je matje komen. Je brengt je handen in een gebedshouding voor je borst. Als je inademt, breng je armen eerst naar beneden. Je opent ze. Dan breng je ze helemaal omhoog. Buig je naar achter. Laat je hoofd ook naar achter hangen. En als je uitademt, kom je met je handen voor je borst helemaal naar beneden. Pak de achterkanten van je benen vast. Adem in, breng je hoofd richting je knieën. Adem uit, zet je handen op je vingertoppen. Adem in, duik het hoog. Adem uit, stap naar achter in een hoge plank. Eén diepe ademhaling in de hoge plank. En als je uitademt, kom je in een opwaartse hond. Adem in de opwaartse hond. En als je uitademt, kom je in de hond. Duw jezelf in de hond. Adem in de hond. En als je uitademt, loop je terug naar voren. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, ontspan je hoofd. En adem in, rol langzaam weer op. Breng je handen in een gebedshouding voor je borst. We doen hem nog twee keer. Je ademt in. Open je armen. Strek omhoog. Buig naar achter. Adem uit. Buig naar voren. Pak de achterkant van je benen vast. Adem in. Breng je hoofd richting je knieën. Adem uit. Zet je handen op je vingertoppen neer. Adem in. Duik omhoog. Adem uit. Stap naar achter in een hoge plank. Eén diepe ademhaling in de hoge plank. Adem uit, opwaartse hond. Adem in de opwaartse hond. Adem uit, kom in de hond. Adem in de hond. En als je uitademt, loop je terug naar voren. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, ontspan. Adem in, rol langzaam weer op. En breng je handen in een gebedshouding voor je borst. Laatste keer. Adem in, open je armen, breng ze omhoog, buig naar achter. Adem uit, buig naar voren, pak je benen vast. Adem in, breng je hoofd richting je knieën. Adem uit, zet je handen op je vingers op neer. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, stap naar achter in de hoge plank. Eén diepe ademhaling. En opwaartse hond. Adem in de opwaartse hond. En adem uit, kom in de hond. Adem in de hond. En adem uit, loop terug naar voren. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, ontspan. En adem in, rol langzaam weer op met je handen in de gebedshouding voor je borst. Gaan we een andere doen.
Je ademt in. Je brengt je armen weer via beneden omhoog naar achter. Buig naar achter. Adem uit. Buig naar voren. Pak de achterkanten van je benen vast. Adem in. Breng je hoofd richting je knieën. Adem uit. Zet je handen op je veert op neer. Adem in. Kijk omhoog. En nu stap je naar achter met je rechtervoet. En je komt op je rechterteen. We gaan een high lunge doen. Adem in. Breng beide armen op. En houd hem hier vast. Leun weer in die heup. Duw je tenen en je voet goed in de mat. En kijk dan of je je handen tegen elkaar aan kunt doen in een gebedshouding. Houd hem vast. Strek je armen op. Laat je heup naar beneden zakken. Nog drie. Nog twee. En dan de laatste. Zet beide handen neer. Stap naar achter in een hoge plank. Adem in. En als je nu uitademt, kom je helemaal naar beneden. Je kunt je knieën neerzetten en langzaam door je armen zakken. Adem in. Span je billen aan en doe een cobra. Het laatste stukje duw je met je handen. Adem uit. Kom langzaam weer terug. En duw jezelf dan in de hond. Adem in de hond. En uit en loop langzaam terug naar voren. Adem in, kijk omhoog. Adem uit en ontspan. En adem in, rol langzaam weer op. Oké, gaan we er nog eentje doen en dan doen we de andere kant. Beginnen we met links. Je handen zijn in een gebedshouding voor je borst. Je ademt in, armen omhoog, buik naar achter. Adem uit, buig naar voren en pak je benen vast. Adem in, breng je hoofd richting je knieën. Adem uit, zet je handen op je vingers op. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, stap nu naar achter met links. Zet je linkerteen in je matje en kom weer in een high lunge. Duw je voeten en je tenen goed in je matje. En zet dan je handpalmen tegen elkaar aan. Kruis je duimen. Om ze goed vast te houden. Ontspannen die schouders. Focus ergens voor je. Houd je focus vast in je balans. Rustig ademhalend. Strek je armen op. Zak naar beneden. In je heup. In je knie. Nog drie. Je doet het super. Nog twee. En dan de laatste. Adem in en als je uitademt, zet je je handen weer op je matje neer. Stap naar achter in een hoge plank. Adem in een hoge plank. Adem uit, zak door je armen naar beneden. Kleine cobra. Adem in. Kom omhoog. Laatste stukje duw je met je handen. En als je nu uitademt, blijf je liggen op je matje. Je draait je hoofd naar rechts, zodat je op je linkerwang ligt. Je armen komen langs je lichaam. Even ontspannen. Adem maar diep in naar je buik. En laat los. Adem diep in naar je buik. En laat los. Voel die heup ontspannen en zwaar worden. Je onderrug ontspannen en zwaar worden. Nog vier. Nog twee. Nog twee. En de laatste. Dan breng je kin op je matje. Je brengt je benen bij elkaar, dan duw je het goed tegen elkaar aan. Dan breng je handen op je rug en stengel je vingers in elkaar. Dan strek je je armen naar achter richting je billen. Je draait je schouders naar elkaar toe. En op een inademing kom je omhoog met je hoofd, je benen en je arm. Houd hem vast. Nog vier. Blijf ademhalen. Nog drie. Nog twee. En dan de laatste.
En als je uitademt, kom je langzaam terug en draai je hoofd naar links. En je ligt op je rechterwang. Laat je schouders weer ontspannen. Adem diep in naar je buik. En laat los. En doe nog een keer. Adem diep in naar je buik. En laat los. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En dan adem je in, draai jezelf om en kom je lekker op je rug liggen. Gaan we de laatste oefening doen. De Savasana, de meditatie. Je handpalmen liggen open. Je benen zijn iets uit elkaar. Je laat je voeten openvallen. En beweeg je benen maar even heen en weer, zodat je ze lekker los schudt. En misschien wil je je billen ook nog heen en weer schudden. Laat je benen ontspannen, je billen ontspannen, je heup ontspannen. Dan draai je nog zachtjes je hoofd naar links en naar rechts. Je kunt daarbij ook je schouder een klein beetje optillen. Dus als je hoofd naar links is, gaat je rechterschouder een beetje omhoog. En als je hoofd naar rechts is, gaat je linkerschouder een beetje omhoog. Strek je nek en je schouders. En kom dan terug in het midden en laat je nek ontspannen, je gezicht ontspannen, je schouders worden zwaar en ontspannen. Laat ze maar diep wegzinken in je matje. Je armen zijn ontspannen, je handen en je vingers zijn ontspannen, je rug is ontspannen. Laat je lichaam zwaar worden en diep wegzinken. En adem dan heel diep in naar je buik, houd je adem even vast. En laat dan los. Laat het laatste beetje vermoeidheid dat nog in je lichaam zit los. Doe nog een keer adem diep in naar je buik. Maak je buik vol. Zet hem uit. En laat los. En voel maar even waar je lichaam je matje raakt. Daar aan de achterkant van je hoofd. Je schouders. Je handen. Je billen en je heupen, je kuiten, je hielen. En op die plekken laat je je lichaam nog zwaarder worden en dieper wegzinken in je matje. En kijk dan of je je lichaam zo kunt ontspannen dat je niets meer hoeft te bewegen, dat je helemaal stil ligt. Laat je lichaam verstillen en keer maar naar binnen. Je lichaam wordt stil en je geest wordt ook stil. Je keert naar binnen en richt die geest maar op je ademhaling. Volg je ademhaling. Gaat naar binnen door je neus, je borst gaat omhoog, je buik gaat omhoog. En als je uitademt, zakt je buik naar beneden, je borst naar beneden. Dan gaat de ademhaling weer uit je neus naar buiten. En als je dan zo je ademhaling volgt, probeer dan ook hem echt te observeren en hem niet te begeleiden. Want je ademhaling kan helemaal vanzelf gaan, die heeft jou niet nodig. Dus laat je ademhaling zo natuurlijk mogelijk gaan zonder jouw inbreng. Jij bent alleen maar aan het observeren hoe die naar binnen gaat, je borst omhoog brengt, je buik en hoe die weer naar buiten gaat. Richt je aandacht volledig op het zo natuurlijk mogelijk gaan van je ademhaling. Je lichaam is zwaar en ontspannen. En aan het verstillen, je keert steeds dieper naar binnen. En hoe dieper je naar binnen gaat, hoe meer ruimte er ontstaat voor je bewustzijn. En die voel je ook al naar buiten gaan. En als je naar buiten gaat, wordt die breder en wijder. En voel maar dat er meer ruimte, breder, wijder om je heen ontstaat.
Alsof er een soort vloeistof of gas zo uit je lichaam loopt, je bewustzijn, die zich helemaal verruimt. Hij strekt zich uit, zo ver als hij kan naar links, zo ver als hij kan naar rechts, naar voor, naar achter, boven, beneden. Je wordt steeds wijder, groter en ruimer. En met die grootheid, die ruimte, die wijdte, voel je jezelf steeds verder en dieper ontspannen. Want ruimte geeft ontspanning. Ruimte in je lichaam, ruimte in je geest, ruimte om je heen. Met ruimte komt ontspanning. Laat jezelf verstillen. Keer naar binnen. Laat je bewustzijn zich verruimen en uitstrekken. Voel die rust, die stilte en die ruimte. Neem dan zoveel tijd als je nodig hebt. Laat je lichaam ontspannen, je geest ontspannen. En dan zie ik jou de volgende keer. Namaste.